Jongens, kijkers van Mindtopia Plays, vandaag weer een gloednieuwe video. Zometeen gaan jullie een super toffe serie zien die binnenkort op GVVID komt. Maar dit is zeg maar een testserie. Om te testen of het een beetje leuk is om op te nemen. Natuurlijk gaat hij niet zoveel weergave krijgen als op mijn hoofdkanaal. Maar dit is wel een leuke test. Dit keer noemen we het gewoon Monopoly in Mindtopia. Dus dat het toch een beetje met Mindtopia Plays heeft te maken. Maar binnenkort gaat de serie Monopoly in Minecraft noemen op mijn hoofdkanaal GVVID mensen. Dus ik zeg, geniet maar heel goed van de serie, want dit is zeg maar een testserie. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en nu komt de echte video waar het over gaat. Jongens kijkers, welkom bij de gloednieuwe aflevering van Monopoly in Minecraft. Vandaag zijn we hier met de enige echte Woeplok. Woodblock, hier zijn we dan in de bank zoals je al hebt gezien. En zoals je ziet zijn hier allemaal van die verschillende dingen. Je hebt allemaal setjes, je hebt hier twee setjes hangen, waarden. Dat zijn allemaal de waarden, dus ik zou zeggen onthoud de waarden, want op het einde krijg je allemaal spullen en kan je ook spullen gaan kopen. Denk aan bijvoorbeeld een papegaai, die kan je in de winkel op het bord voor veel minder kopen. Dus dat wil zeggen, als je straks een papegaai koopt voor 50 euro bijvoorbeeld, ik weet niet juist hoeveel het kost, dan kan het zijn dat je straks die papegaai voor 150 euro kan verkopen hier in de bank op het einde. Dus ik zou zeggen, bekijk een beetje de waardes. Dus bijvoorbeeld een panda is min 250, let daarop straks als je een panda gaat kopen. En bijvoorbeeld hier een bom is min 250 waarde. Die kan je nu niet kopen, dat is zeg maar iets wat je toevallig kan krijgen. Dus let goed op de waardes. Ik zou zeggen, neem je tijd om even te kijken. Dan gaan we zo meteen naar het startbord. Dus ik ga alvast naar het startbord, dus tot zometeen. Ja, Woodblock, hier sta je dan op je plaats. En je hebt normaal gezien wat in je inventory gekregen. Dat is jouw startersbedrag van 2500 euro. Dus ik zou zeggen, mag ik jou de eerste, mag ik met de dobbelsteen gaan gooien voor jou? Ja, zeker. Oké, mensen, we gaan met de dobbelsteen gooien. En jouw nummer is 8. Dus ik zou zeggen, doe maar 8 stapjes vooruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je bent bij de makelaar. Dit is niet de juiste moment. Want hier kan je nu eigenlijk niks doen, hè? Nee, helaas niet. Dus wat wordt het? Moeten we opnieuw gaan gooien? Ja, zo moet hij. Ja, jouw volgende getal is 6. Dus ik zou zeggen, loop maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dit is een bouwgrond. En ga je deze bouwgrond kopen? Ik wel. Oké, dan mag van mijn rekening 300 euro af worden gehaald. Oké, dan wordt er nu 300 euro van jouw rekening gehaald. En dan is het zometeen deze bouwgrond van jou en krijg je jouw plotbewijs. Oké, Rick, jouw geld is eraf en je hebt namelijk het plotbewijs. Laat het plotbewijs eens zien. Ja, daar is jouw plotbewijs van jouw bouwgrond ter waarde van 300 euro. Maar als je zometeen nog eens op een makelaar komt, dan is het heel goed, want dan kan je jouw bouwgrond voor dubbel zoveel verkopen aan de makelaar. En heb je uiteindelijk meer geld. Dus ik zou zeggen, mag ik nog eens dobbelstenen? Jazeker. Oké, jouw nummer is 4. Oké, je mag 4 stapjes vooruit. 1, 2, 3. 4. En wat is dit? Dit is rijd naar de makelaar. Oh my god, jij hebt heel veel geluk. Ik zou zeggen, ga in de taxi. Ja, hier ben je dan bij de makelaar. En je hebt gezien, nu ben je veel verder. Je bent bijna terug bij het einde. Dit wil zeggen dat je straks misschien een starterbedrag weer al krijgt van 2500 euro. Jij hebt hier heel veel geluk mee. Maar wil jij aan de makelaar jouw bouwgrond verkopen voor het dubbele? Ja, ik ga hem verkopen. Dus dat wil zeggen, je hebt nu een bouwgrond van 300 euro, toch? Ik heb 300 euro bouwgrond, ja. Oké, dan wil dat zeggen dat je nu 600 euro krijgt en dan wordt die bouwgrond af jouw naam geschreven en is straks jouw plotbewijs uit jouw inventory. Dus dan gaan we door naar de volgende gooi. Oké, Rick, is het tijd om nog eens te gooien? Ik denk het wel. Oké, dan gaan we van start. Ik gooi. En het nummerootje is 3. 3 stappen vooruit. 1, 2, 3. Oh my god, je bent op het casino aangekomen en dit is een heel leuk casino. Ik zal je uitleggen hoe het in zijn werking gaat. Je kan eenmalig iets inzetten, je mag kiezen hoeveel geld. Dan steek je in de chest dat geld. En als jij twee keer je inzet, als de lamp aangaat, dan win je twee keer je inzet. Als de lamp uitgaat, dan verlies je al je inzet. Dus ik zou zeggen, speel veilig en zet niet al je inzet erop, maar steek er een beetje in. Hoeveel ga je erin zetten? Ik gooi 200 euro erin. Oeh, dus je kan zometeen 400 euro daarvan maken. Ja, ik zou zeggen, steek het erin en druk op de knop. Dan gaan we kijken of je hebt gewonnen. Ja, je hebt 400 euro. Dat wil zeggen dat er nu 400 euro op je rekening mag bijgeschreven worden. Dan gaan we nu nog eens gooien.
Oké, we gaan dobbelstenen. Het nummer is 5. Oeh, je komt hier op iets heel mooi. Dat wil zeggen dat je eerst en vooral, je bent zo net over de go gegaan. Dat wil zeggen dat je opnieuw 2500 euro in je inventory krijgt zometeen. Dit wil zeggen dat je nu nog rijker bent geworden. Ik ben heel benieuwd hoeveel geld je straks hebt. Maar je mag hierop drukken en dan krijg je een leuk uniek item. Hoeveel heb je gekregen? 200 euro. Oeh, er zaten wel mooiere spullen in, maar dat wil zeggen dat je nu wel 200 euro hebt, dus dat is ook heel erg mooi. Dus laten we nog eens dobbelstenen en kijken welk nummer je krijgt. Dus we gaan dobbelstenen en jouw nummer is 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je staat op de jail. Dit wil zeggen dat je niet in de jail zit, want je bent niet op het politiekantoor gekomen. Maar dit is eigenlijk een soort van bezoekje aan de jail en hier heb je eigenlijk helemaal niks aan. Dus dat is wel heel erg zonde. Dus laten we nogmaals gooien en jouw volgende getalletje is 12, het hoogste getal wat je kan halen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oeh! Weet je wat dit is? Nee, ik zou niet weten wat het is. Dit is iets, je kan hier iets heel slecht uit krijgen. Je kan hier een bom uit krijgen of je kan er iets redelijk goeds uit krijgen. Dus ik zou zeggen, klik op de button en kijk wat je krijgt. Oh, ja, dit is heel uniek. Dit is volgens mij, als je goed hebt opgelet, een heel waardevol ding. Als je daar straks hebt opgelet. Weet je hoeveel dat het waard is? 1500. 1500. Oeh. Ik dacht eerst als dat maar 1000 waard is, maar het is blijkbaar 1500 als we naar jou luisteren. Oké. We gaan het volgende, we gaan nogmaals gooien. Je kan helaas geen 1 meer gooien, want 1 bestaat niet, want we hebben namelijk 2 dobbelstenen. Dat is wel jammer, anders kon je een potion krijgen. Maar we hebben nog iets, we hebben nog een getalletje. En het getalletje is 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je bent op een bouwgrond aangekomen. Ga je deze bouwgrond kopen? Ja. Oké, dat is 300 euro dan. Oké, dan krijg je zometeen, dan mag je het plotbewijs pakken uit de chest. En ik zou zeggen, gooi het geld erin. En dan heb je een nieuw plotbewijs. De andere plotbewijs is normaal gezien al uit je inventory. Dus dan gaan we zometeen nogmaals gooien. Je hebt nog een paar gooien over, dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Oké, het getalletje wat je nu hebt is 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je bent op een bouwgrond aangekomen. Ter waarde van 250 euro. Ga je deze bouwgrond kopen? Ik ga deze bouwgrond weer kopen. Oké, ik zou zeggen, pak het plotbewijs eruit. En steek het geld erin. Dan gaan we over zometeen naar de volgende gooi. De 2500 is er ook alweer bijgekomen. Ja, mooi, want je bent zo net weer al over de go gekomen. En dat is wel heel erg vet dat je zo snel weer over de go bent gekomen. Maar ja, het is weer tijd voor de volgende gooi. En volgende nummer is 3. 1, 2, 3. En je bent aangekomen bij jouw eerste huis. Ga je dit huis ook kopen? Ik vind het wel een heel mooi huis, dus ik ga het doen. Oké, ik zou zeggen, koop het. Je mag even een kijkje nemen in je huis als je wilt. Misschien altijd leuk om even te kijken. Ik zou zeggen, kijk, neem een kijkje erin. Het is een leeg huis. Heel klein, maar het is toch wel leuk dat je toch een huis hebt gekocht. En waarschijnlijk is jouw plan om het snel te kunnen verkopen. En anders, eigenlijk maak je geen verliezen. Want als je dit koopt, heb je sowieso jouw 500 euro straks als je bij de bank komt. Maar als je op een makelaar komt, dan heb je daar 1000 euro van gemaakt. Dus het volgende getal is 2. 1, 2. Is dit nou een makelaar? Dit is zeker een makelaar. Ga je jouw plots verkopen? Jazeker. Ja, dat zou iedereen doen natuurlijk. Oké, ik zou zeggen, verkoop je plots. Hoeveel plotbewijzen heb je nu? Ik heb 3 plotbewijzen. Eentje ter waarde van 1000 euro. In totaal dan, wat met de makelaar waarde? Eén van 500 en één van 600 nu. Oeh, je hebt al veel geld gemaakt. Ja, die gaan zometeen uit jouw inventory verdwijnen en het geld komt ervoor in de plaats. Maar het volgende getal is een 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, weer al op een bouwgrond. Oh, zo jammer dat je niet bij de dieren bent gekomen. Maar ik kan wel deze bouwgrond kopen. Ga je hem kopen? Ga je het wagen? Nee, ik ga het deze keer niet doen. Nee, want je hebt nog maar één gooi over. En de kans dat je dan op een makelaar komt is wel heel erg klein.
Oké, Woodblock, jouw volgende getal, jouw volgende worp is 12. Ik zou zeggen 12 is het hoogste getal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En je bent bij de onderzoekers gekomen. Dat wil zeggen dat je zometeen een speciale totem in jouw inventory krijgt. En als je goed hebt opgelet, is die totem heel erg veel waard. Niet mega veel, maar wel heel veel, vind ik zelf. Dus ja, die totem krijg je zometeen in je inventory. En dan kunnen we overgaan naar de bank, want dit was jouw laatste worp. Oké, Woodblock, je mag alles overdroppen naar je lieve broer Tom, want hij gaat alles voor jou uitrekenen. Dus drop alles maar over. En dan gaat hij alles uitrekenen. Ik ben heel benieuwd hoeveel waarde het heeft. Je hebt zo net alles overgedropt. Tom gaat voor jou alles boven in zijn kantoortje uitrekenen. En dan gaan we zien hoe ver jij bent gekomen en hoe rijk je bent geworden na deze monopolie. Oké, Woodblock, we hebben jouw totale inkomsten in jouw inventory gezet. En ik zal even zeggen hoeveel het is. Jouw totale bedrag is 12.850. Ben je blij met de uitkomst? Ik ben zeker blij met de uitkomst. Jij bent natuurlijk nog maar het eerste lid en eigenlijk een testlid, mens. Want dit is namelijk een test. Ritje voor op Mindopia Place. Maar dit is binnenkort een vaste serie. Een vaste serie, gewoon 5 afleveringen. Een serie op GVVID, mijn hoofdkanaal. Dus mensen, als jullie even allemaal gaan abonneren op JVV Idea. Link staat in de beschrijving, gaan jullie dit vast kunnen zien. Maar we gaan jou nu even op het leaderboard zetten. Tijdelijk. Dus laten we even naar het leaderboard lopen en dan gaan we jou daarop zetten. Ja, Woodblock, je staat momenteel natuurlijk omdat je bij deze testrit ja, natuurlijk de eerste bent en er zijn geen mensen achter je, want ja, binnenkort komt de echte serie online met een mooie intro erbij en zo. Mensen laten natuurlijk weten wie we allemaal nog in deze serie moeten gaan hebben op GVVID, Monopoly, in Minecraft. Maar oké, okay, Woodblock, jij staat natuurlijk op de eerste plaats hier op het leaderboard. Woodblock, 12.850, hashtag 1. Super vet, ik ben heel benieuwd wie er binnenkort op gaat staan bij de echte serie, wanneer de echte serie online komt, maar ik ben al heel blij met het resultaat dat je al 12.850 hebt behaald. Mensen, natuurlijk, alles kan nog veranderen. Alle regels kunnen nog veranderen van het spel. Want ja, dit is zeg maar een testritje om te kijken hoe het eruit ziet in de opname. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat er binnenkort 10 rondes zijn, of 15 rondes of 20 rondes. Hangt er een beetje vanaf hoe deze aflevering eruit komt. Maar dat gaan jullie allemaal binnenkort zien op mijn hoofdkanaal JVV Idea. Ik zou zeggen, ga alvast allemaal abonneren en zet het belletje aan. Abonneer natuurlijk ook op dit kanaal, want ja, dat is natuurlijk gewoon heel erg belangrijk. En dan hoop ik dat Woodblock het leuk vond om mee te doen. Jazeker. En ik wil je natuurlijk ook even bedanken, jou en Tom en Ledorso en iedereen die mee heeft geholpen aan dit project. Ja, om het helemaal zo af te krijgen. Dat is echt super vet.